Ja, nou dank jullie wel dat ik hier virtueel mag zijn. Dit kwam wat later, deze uitnodiging kwam wat later. Super cool dat ik er kan zijn, maar de volgende keer probeer ik er dan fysiek bij te zijn, omdat ik dan hopelijk niet afspraken ervoor en daarna heb. Ik ben Geltjohan Peters, ik werk bij de Open Universiteit. Ik werk daar sinds 1 januari na een fusie tussen twee secties in de afdeling theorie, methodologie en statistiek. Maar ik kom oorspronkelijk uit gedragsveranderingsland, zeg maar. En ik ben langzaam steeds meer richting methodologie gedreven. En dat doe ik. Vrij ja, multimethodologisch, zeg maar, positivistisch zou je het kunnen noemen. Dus ik gebruik soms kwalitatief onderzoek, soms kwantitatief onderzoek en soms systematische reviews. En ik kwam Dennis Martens een paar jaar geleden tegen in een ander project. En toen zijn we gaan nadenken over hoe je zoiets als, in ons geval, Nationaal Programma Heren Noord, hoe je zoiets goed kunt monitoren. Dat is inmiddels met een heel team, dus ik wil die graag nu eventjes ook in beeld brengen. Ik zit helemaal links. Lux is onze mascotte. Die wordt als het goed is opnieuw ontworpen door iemand die dat wel kan. Want dit heb ik bij elkaar gepuzzeld. Dat is een kanarie, zoals je ziet. Lloyd Rothage, die zit bij onze faculteit beta-wetenschappen. Dus ik representeer wat meer de zachte kant. En hij snapt hoe je alle dingen die ik straks uit ga leggen ook op kunt slaan in databases op een manier dat we er later bij kunnen. Hessel Poelman doet meer de uitvoering voor dat deel. Yvonne Lips doet meer de uitvoering aan mijn deel. Eigenlijk vooral de kwalitatieve studies. Of ja, dataverzameling waar ik zo meer over zal vertellen. Nou, en Dennis, kennen jullie vast allemaal al? En zo nee, dat is de programmasecretaris van het Nationaal Programma Heerlen Noord. Dus hij is daar verantwoordelijk voor de monitoring. En samen zijn wij eigenlijk het verlichte team. Dit is Heerlen Noord ongeveer. Daar wonen 55.000 mensen. En dat is net zoals de andere 19 gebieden een achterstandsgebied. En de ambitie bij Heerlen Noord, daar is een routekaart voor geformuleerd, is om die de komende 25 jaar op het gemiddelde peil van Nederland te krijgen. En hiervoor zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd in die routekaart. Eén daarvan is dat we graag willen leren van het verleden. Dat zal voor elke regio gelden. Er is vaak een verleden, allemaal factoren die meespelen. We zien en benutten de kracht van Heerlen Noord. Daar zit ook veel trots en dat willen we ook inzetten. We betrekken de burgers, dus het wordt niet wat in een ander project van mij wel technology push heet. Maar het is echt veel meer samenwerking en co-creatie met mensen zelf. We committeren ons aan een generatielange aanpak. Dat is die 25 jaar. En dat zie je ook heel mooi terug, dat er een soort angst is voor wat ze een projectenfabriek noemen. Of angst is misschien een groot woord. Maar in elk geval wat mij betreft, verstandige commitment om dus te voorkomen dat het losse projectjes worden, zo'n soort carousel. En meer de lange visie van hoe kunnen dingen elkaar versterken. Het idee is om integraal te werken door de vijf leefgebieden heen. De vijf leefgebieden die ze daar hebben gedefinieerd zijn veiligheid, wonen, leren, gezondheid en werken. En het idee is dus, die zijn dus gedefinieerd, maar we werken dus wel integraal. Nou, we stellen doelen, werken samen en houden onze afspraken. Dat doet iedereen, hoop ik altijd. En we werken vanuit ons verhaal. Daar zie je een beetje die mijn geschiedenis weer, die deels verantwoordelijk is voor de huidige toestand daar. Als je dan start bij leren van het verleden, daar waren Dennis en ik een jaar of twee, drie geleden over aan het nadenken, toen realiseerden we ons dat dat eigenlijk nog niet zo makkelijk is. Eigenlijk zou je zeggen, gegeven dat wij al decennia lang miljarden steken in achterstandsgebieden, dat je nu, als je dit wil gaan doen en je wil daar 25 jaar in gaan investeren, dat je eigenlijk ergens duidelijk hebt staan van dit zijn het soort interventies wat je kunt gebruiken, dit zijn de soort dingen die werken in deze situaties, deze versterken elkaar, deze verzwakken elkaar, dit kun je dan zoveel jaar doen, dit kun je zoveel jaar doen. We doen dit immers al decennia, dus je zou verwachten dat we daar een hoop van hebben geleerd. Dat blijkt wat tegen te vallen als je kijkt. Daar zijn allerlei redenen voor, dat was destijds vast ook verstandig. Laat ik zo zeggen, it probably seemed like a good idea at the time om dingen destijds op zo'n manier te doen. Maar nu hebben we zoiets van, we willen eigenlijk die monitoring zo opzetten. Niet eens zozeer dat we nu over 1, 2, 3 jaar al kunnen zeggen van oké, dit werkt of dit werkt niet. Maar zodat we over 5, 10, 15 jaar de informatie hebben die we eigenlijk nu hadden willen hebben. Dus we willen nadenken over hoe werken die interventies dan, zodat we slimmer kunnen gaan besluiten over 10, 15 jaar welke interventies je in wil zetten, welke je wil combineren. Wat ik al aangaf, ik kom eigenlijk een beetje uit gedragsveranderingsland. Maar ik zit niet voor niks bij theorie, methodologie en statistiek. Dat komt omdat ik wat meer affiniteit heb met hoe je dingen goed doet dan meer de substantieve inhoudelijke kant. Dus ik denk meestal wat meer na, ook al in gedragsveranderingsinterventies. Hoe kan ik tools ontwikkelen om te zorgen dat mensen bij preventieorganisaties bijvoorbeeld effectievere interventies kunnen ontwikkelen? Een van die tools is hier in beeld, de Acyclic Behavior Change Diagram. Die is gebaseerd op een zogenaamde kausaal-structurele ketting met allemaal aannames in een interventie. Als je iets in een wijk wil, dan
doe je iets in de omgeving of je doet iets met mensen. Dit ding richt zich op als je iets met mensen wil doen. Meestal bij zo'n interventie wil je dat een bepaald gedrag of mogelijk mentale variabelen dat die veranderen. Dus dat moet je eerst definiëren. Dat is meestal vrij breed gedefinieerd, dus vaak definieer je daarbinnen subgedragingen. Als je bijvoorbeeld wil dat mensen vaker buiten komen omdat je iets met eenzaamheid wil, dan wil je waarschijnlijk ook dat ze daar praatjes aanknopen en op een functionele manier vervolgens een relatie opbouwen. Dat zijn verschillende dingen en mensen hebben daar ook verschillende redenen voor. Die noemen wij vaak determinanten van gedrag. Dat zijn eigenlijk psychologische constructen. Dat kunnen gewoontes zijn, emoties, dingen als impulscontrole, kan over kennis gaan, normen, attitude. Eigenlijk alle constructen die we in de gedragswetenschappen gebruiken om te beschrijven hoe mensen eigenlijk werken. En die determinanten zijn meestal vrij breed gedefinieerd. En dat betekent dat als je daar iets mee wil in een interventie, moet je kijken naar zogenaamde subdeterminanten. Dat zijn kleinere stukjes van de menselijke psyche. Bijvoorbeeld specifieke voordelen van een gedrag, of specifieke sociale referenten die een rol spelen, of specifieke cue-response associaties als je het over gewoontes hebt. Het idee is een beetje dat zo'n determinant, attitude, normen, kennis, gewoonte, die kun je vaak heel breed bestuderen voor mensen. En we kunnen nu ook al stellen dat de meeste gedragingen in een bepaalde mate door attitudes worden bepaald. En in een bepaalde mate door kennis, in een bepaalde mate door normen. En voor sommige gedragingen zijn normen heel belangrijk, voor andere gedragingen is gewoonte heel belangrijk. Maar uiteindelijk, als je iets met zo'n gedrag wil in een bepaalde groep mensen, dan moet je met ze communiceren op een veel concreter niveau. Je kunt niet tegen mensen zeggen, heb eens een hogere attitude. Of verander eens gewoon je gewoonte. Je moet mensen helpen op een heel specifiek niveau. Dat zijn een beetje die subdeterminanten. Nou, vervolgens, als je dat allemaal in kaart hebt gebracht, wat wij dan doen binnen een methode die intervention mapping heet. Als je dat allemaal in kaart hebt gebracht, dan integreer je dat in een interventie. Dat zijn de concrete middelen die je vaak hebt. Dat kan bijvoorbeeld een schoolprogramma zijn. Dat kan een protocol zijn voor een coach of voor de therapeut. Kan ook eventueel een billboard zijn als je denkt dat je het daarmee redt. En dat werkt alleen maar als je gedragsveranderingsprincipes inzet die ook kunnen werken om die psychologische constructen te veranderen. Als je iets met normen wil, moet je iets heel anders doen dan als je iets wil met gewoonte. En als je iets wil met gewoonte, moet je iets anders doen dan als je iets wil met kennis. Nou ja, in de psychologie hebben we daar ook allemaal onderzoek over. Dat is soms wat beter gedocumenteerd dan wat we de afgelopen decennia hadden kunnen leren over hoe goed interventies werken in achterstandsgebieden. Dus dat betekent dat we een hoop weten over welke gedragsveranderingsmethodes kunnen werken voor welk soort determinanten. Oké, dit is een beetje mijn wereld, dus dit was mijn perspectief. Om mensen te helpen zo'n ketting in kaart te brengen. Oh ja, nog even belangrijk ook. Als een van die ketens in zo'n ketting is gebroken, dan verlies je zo'n hele ketting. Dus als jij zegt van, er is een bepaald voordeel waarvan ik weet dat het voor de doelgroep belangrijk is bij het uitvoeren van gedrag. En ik richt me daarop in een stukje interventie, in een toepassing met een bepaald gedragsveranderingsprincipe. Maar je schendt de zogenaamde voorwaarden van effectiviteit. Dan weet je dus ook dat je die subdeterminant niet gaat veranderen. Als je je op een subdeterminant richt en het lukt je om die succesvol te veranderen, maar hij blijkt niet relevant voor het doelgedrag, voor je doelpopulatie of voor iemand in die doelpopulatie, dan gaat er dus ook niks veranderen. Dus het is belangrijk dat elke keten in zo'n ketting klopt. Nou, om mensen die gedragsveranderingsinterventies ontwikkelen te helpen om dat in kaart te brengen, had ik zo'n ABCD ontwikkeld. Dus toen ik met Dennis in gesprek was, dachten we, als je dus goed wil evalueren, je wil monitoren wat werkt, hoe het werkt, wat je samen moet doen, wat je beter niet samen kunt doen, wat mogelijkerwijs over die leefgebiedsgrenzen heen werkt, dan wil je eigenlijk dit in kaart brengen voor elke interventie. Maar ik weet inmiddels ook dat dit voor sommige preventieorganisaties best lastig is. En wij zien ook al aankomen dat je niet naar een politieagent kunt gaan die bijvoorbeeld als interventie preventief gaat fouilleren. En dan kunt gaan vragen van, nou, wat zijn eigenlijk de determinanten en subdeterminanten en welke gedragsveranderingsprincipes gebruik je daar zoal bij? En kun je dat allemaal even invullen in deze diagram? Dus daar waren we over aan het nadenken. In parallel daarmee was ik met collega's bezig om dit te ontwikkelen. En dit is een nieuwe manier om kwalitatieve data te coderen. Meestal als je kwalitatieve data codeert, kies je uit twee, wat ik organizational modes noem voor kwalitatieve data. Een zogenaamde platte organisationele modus. Dat betekent dat je eigenlijk geen relaties tussen codes onderling specificeert. Of een boomstructuur. En in een boomstructuur heb je vaak codes en daarbinnen kleinere codes en kleinere codes. Dat is eigenlijk een specifiek geval van dat je relaties tussen codes aangeeft. Het verschil is alleen dat je niet echt specificeert wat voor soort relatie het nou eigenlijk is als je een code en een kindcode hebt. En dat ze allemaal dezelfde soort relatie moeten hebben. Nou, met een collega die veel onderzoek doet naar nieuwe manieren om naar klinische psychologie te kijken via netwerken,
waren we daarover aan het nadenken en toen realiseerden we ons dat het eigenlijk nodig was om, als je met mensen praat, hoe ze de wereld zien op een inductieve manier in kaart te brengen. En dat vereist dat je kwalitatieve data ook in netwerken kunt coderen. Dus toen hebben we dit ontwikkeld. Dat heette de Q&A. Ik ben nogal van de acronymen. Want dat betekent natuurlijk ook question and answer. En ook de qualitative network approach. En het idee is dat je daarmee dus met codes de ene code, het ene concept codeert, het volgende concept en dan het soort relatie wat daartussen bestaat. En het soort relatie kan ook inductief zijn. Dat hoeft dus niet per se kausaal te zijn, kan ook structureel zijn, kan semantisch zijn, whatever je denkt dat relevant is. Toen dachten we, aha, dit kun je natuurlijk wel doen. Je kunt natuurlijk met mensen praten en dan kun je in hun woorden kun je zo'n netwerk specificeren. En op die manier kun je langzaam in kaart brengen welke dingen, je weet natuurlijk niet van tevoren wat voor soort dingen dat zouden kunnen zijn, volgens mensen die een interventie uitvoeren en de mensen die hun aansturen en de mensen die besluiten over of een interventie betaald moet worden, verantwoordelijk gaan zijn uiteindelijk voor het effect van zo'n interventie. Je kunt ook in kaart brengen, inductief, wat mensen zelf eigenlijk denken dat het effect zou moeten zijn van een interventie. En welke dingen in de omgeving daar relevant voor zijn. Het idee is dus dat we dit in kaart proberen te brengen. Waar we uiteindelijk naartoe willen, is een complex systeem, een representatie van de wijk, wat daar gebeurt aan interventies en via welke routes dat werkt. En een voorbeeld daarvan is 1 voor overgewicht. Een van de factoren bij overgewicht is dat je de opstapeling van energie in je lichaam, dat je daar bewuste controle over houdt. Als je dat niet hebt, is de kans dat je overgewicht krijgt groter. En in deze representaties zijn stippellijntjes, zijn negatieve causale relaties. Dus hier staat eigenlijk mensen die psychologisch ambivalent staan tegenover misschien obesitas of ze die controle wel willen. Daarbij is de kans dat ze die controle hebben houden lager. En mensen die gestrest zijn, die hebben ook minder controle. En we weten dat dat weer beïnvloed wordt door bijvoorbeeld stop met roken. Hier kun je dus uit afleiden dat als je mensen stimuleert om te stoppen met roken, dat problemen met obesitas waarschijnlijk toe gaan nemen, aangenomen dat je succesvol bent. Je ziet ook dat als mensen stoppen met roken, dan gaan ze meer grazen. Grazen is niet per se dat ze door de wei gaan wandelen, maar dat is gewoon een naam voor dat mensen steeds een klein beetje eten. En dat doen mensen vaker als ze zijn gestopt met roken, omdat ze een andere handeling zoeken, zeg maar. Nou, op zo'n manier kun je in kaart brengen hoe zo'n complex netwerk in elkaar zit. En dat hebben ze een keer gedaan voor obesitas, door met allemaal experts te praten. En daar kwam ongeveer dit uit. Dus je ziet ook het kleine stukje wat ik net liet zien. Dit is natuurlijk maar één deel van het probleem. In Heerlen-Noord zijn veel meer van dit soort dingen. Als je slim wil interveneren, wil je dat eigenlijk snappen als startpunt. Je wil, als je een motor hebt en die is kapot, zeg maar, dan ga je niet random onderdelen vervangen of willekeurige dingen doen. Je wil eerst analyseren wat nou eigenlijk het probleem is, hoe werken dingen. En op basis van dat begrip kun je dan slim iets inzetten. Dat is wat wij eigenlijk willen gaan doen. We gaan dus allemaal mensen interviewen. Uit elk interview komt een netwerk. Aan die nodes en edges, aan die aannames in zo'n netwerk, gaan we indicatoren hangen, die we dan inlezen zoveel mogelijk uit bestaande databases, want er wordt echt al heel erg veel gemonitord. Om zo te kijken welke aannames zijn waarschijnlijker of minder waarschijnlijk over hoe die interventies werken, welke andere factoren van belang zijn, et cetera. Het idee is dat daar dan uiteindelijk een soort van werkmodel uitkomt van Heerlen-Noord. Niet nu al, niet over een jaar, maar uiteindelijk leren we steeds meer over hoe die wijk werkt en welke interventies wanneer wel of niet werken. Dat is een beetje het idee. Dus het is een beetje een benadering die ook in deze tweet terechtkwam. Dus in 1700, ik zal het even kort uitleggen. In 1700 werd Celsius, zeg maar, die van die temperatuur, die werd naar de Baltische Zee gehaald omdat die bewoners hadden ontdekt dat het water leek te dalen. Wat natuurlijk een beetje vreemd is, want zee, veel water, gebeurt meestal niet. En Celsius ontdekte dat in die Baltische Zee jaagden mensen op zeehonden. En als ze jagden op zeehonden, dan markeerden jagers hun steen. Dat was dan zeg maar hun steen, zij mochten dan die zeehonden hebben. Dat vonden ze kennelijk een goed idee om dat op die manier te doen. En toen is hij terug gaan kijken, afgelopen decennia, honderden jaren, van welke jagers hoeveel zeehonden vingen op hun steen. En dan kon hij aan de markeringen zien en het niveau van het water, of daar inderdaad nog zeehonden zaten. Want op een gegeven moment werd die steen natuurlijk te hoog, want het water zakte. En dan konden de zeehonden er niet meer bij. Dus toen, vingen, vermoorden die mensen minder zeehonden. Dat was zijn theorie. Dat kon hij verder niet testen, maar wat hij wel heeft gedaan, is dat hij markeringen is gaan maken. Dus dit was in 1731. In 1831 is weer een markering gemaakt, in 1931 nog een. En dit was een van de eerste bewijzen van dat de aarde terugveerde na de laatste ijstijd, wat dan bleek dat de verklaring was.
Dat wist Celsius toen nog niet. Maar omdat hij dus in het begin zoiets had, als ik dit nu markeer, dan hebben mensen daar over heel veel tijd wat aan, kon die les geleerd worden. Dat is eigenlijk een beetje die long view, is een beetje het perspectief dat we hebben. Dat combineren we met een serie systematische reviews om ander soort vragen te beantwoorden. Niet over wat nu werkt in de wijk, maar meer gewoon wat weten we in het algemeen eigenlijk over groen in de wijk. Of wat weten we, wat is in het algemeen eigenlijk bekend in de wereld over preventief fouilleren. Dat zijn ander soort antwoorden, maar daarvoor zetten we een serie systematische reviews op. Dat wilde ik wel even noemen, omdat het een belangrijk onderdeel is, maar dat is natuurlijk niet per se kwalitatief. Dus daarom heb ik dat heel kort gehouden. Dus dat is eigenlijk een beetje de benadering die wij gebruiken en hoe we dat kwalitatieve onderzoek combineren met eigenlijk vaak uiteindelijk kwantitatieve indicatoren om te kijken welke aannames wel en niet kloppen. Een van de discussietjes die ik net opving was het risico dat kwalitatief onderzoek meer met een soort agenda ingezet kan worden. En ik wou daar nog kort even iets over zeggen. Deze functionaliteit die we hebben ingebouwd, die we hebben geïmplementeerd, hebben we geïmplementeerd in iets wat de Reproducible Open Coding Kit heet. En dat is een open source systeem voor kwalitatief onderzoek. Heel vaak wordt het gedaan met zogenaamde proprietary software packages, zoals NVivo of Atlas of MaxQDA. Die zijn betaald en die zijn niet compatible met wat open science heet, dat je dus open data betracht en dat andere mensen, zonder dat ze een licentie op die software hebben, dus kunnen zien welke data nou hoe is gecodeerd. En wat wij doen is dat we vanaf het begin proberen om de transcripten zo te... We anonimiseren die, we sturen die terug naar degene die is geïnterviewd. We checken of die vinden dat het goed is getranscribeerd. En in onze zogenaamde informed consents, die we mensen in het begin laten tekenen, is ook opgenomen dat mensen ermee akkoord gaan dat het geanonimiseerde transcript wordt vrijgegeven onder een zogenaamde CC0 licentie in het publieke domein. Dus op die manier kunnen we de data en de gecodeerde data openbaar maken. En dan kan iedereen dus precies zien wat we doen en het daar ook mee oneens zijn. Op die manier kun je dus ook beter van elkaar leren, is het idee. Dat was eigenlijk een beetje onze benadering. Dus heel erg bedankt voor die aandacht.